50 aan de start. Ik zie dat Toon zich vooral concentreert op de kasseien en dat Isebiet met gemak naar boven rijdt. En kijk eens aan, moedergods, wat een start zeg. Amai. Kijk hem eens doen. Weer dat fraaie beeld. Weer dat beeld waarop je vaak het verschil ziet tussen superklasse en hoge klasse. Hij wint hier voor de eerste, de tweede, de derde keer op rij. Hoppakee, we zijn ermee weg. Baarstaans met de hole shot en Isebiet mee aan het wiel. En dan Aerts. Isebiet wil er naartoe. Voor eigen volk kan het niet maken. Aerts is een man van het karakter. Een taaie vent. Aerts met het ruime sop. Sprint het op de meet, hè. Ja, tuurlijk. Alles eruit. In 57 minuten en 32 seconden. En pas voorbij de streep, handen in de lucht. Chapeau. Van Aerts enigszins. Voorzichtig. Stilkens aan naar voren aan het komen. Van Aerts. Op kop nu Van Aerts. Wie niet mee is, is gezien. Hij is weg. Hij heeft de ruimte. Hij is alleen. Maar voor de rest van het verhaal is het zo dat Wout van Aert voor het eerst in zijn carrière 6 elitecrossen op rij wint. Dus nog meer vertrouwen dan hij al had. En we zijn vertrokken. Pitcock, een goede stap. Van Aert is komende. En nu met een nieuw paar schoenen en een nieuw ros weer weg. Op achtervolging. Nu ben ik benieuwd. Eerst naar Isebiet. En dan proberen naar deze Pitcock. Wat een spektakelcross. Hij rijdt weg. Wel is goed begonnen, hè? Nieuwjaarsdag 2022. Amai! Wat is dit een prachtige sport. De beer is los aan deze kampioenen. Wat is me dat allemaal geweest? 3-4 ronden de kat uit de boom gekeken. Dan puntjes op de i gezet. Dan zichzelf tegengekomen. Van Schoesel veranderd. Van Velo veranderd. En dan gewoon voor de derde keer in zijn carrière winnen in Baal. 7-7. Amai, een paar lendrukken van Aert. Van positie 4 plots terug naar 2. Klaar, Wout. Jij kent het hier, hè? Ja, jij kent het hier. Ja, ja. En Van Aert is vooral bezig met een demonstratie. Vorig jaar, 2021, won hij hier in zijn Herentals. En anno 2022 doet hij dat netjes over. Alleen is het verschil nog een stuk groter. Er is geen kruid gewassen tegen deze Wout van Aert. En nu kijken wie als Speedy Gonzales vertrekt. Dus Toon Aerts. Loopt hij nog verder uit? Aerts. 18 seconden. 18. Wordt er geknabbeld aan die achterstand? Want het is voorlopig Laurens Sweek die dat het werk voor zijn rekening neemt. Het is alsof Sweek altijd impulsen in de cross nodig heeft om te laten zien wat hij allemaal in zijn macht heeft. Met zijn 4. En we gaan naar de sprint. Daar is een volle lengte en Sweek zit onmiddellijk aan. Volle fors, volle patrol. En toen, andere camera. Nu, Sweek houdt hem nog altijd af. En dat moet voldoende zijn voor Wist. Gaat het dan toch nog gebeuren? Daar komt Toon Aerts nog met lange halen. Het is Sweek die het haalt en die het luid uitschreeuwt. En go, ze zijn vertrokken. De 45 aanwezige tenoren in Lille. Toon Aerts voor Laurens Sweek. Aerts heeft daar een paar lengtes te pakken en zet op die manier zijn suprematie in deze trofee vetjes in de verf. Toon Aerts gaat hem winnen. Had hem nog nooit gewonnen. Pakt nog een mini-eend onderweg. Hij is de eerste eend in de bijt. Hij wint de X2O Badkamers trofee en passant. Heeft na vandaag een geruststellende voorsprong en pakt hier zijn 4e zegen van het seizoen op een handvol kilometers van thuis in Rijkenvorssel. De winnaar van de dag in Lille, een zeer tevreden Toon Aerts. Sweek alleszins met de beste start. Hier zie je. Alleen. Op daar. Jawel. De man die er zijn zinnen had opgezet. En het lijkt er naar uit te zien dat Michael van Toornout naar Laurens Sweek gaat toewijden. Ja. Van Toornout, de man die graag de pace erop legt. En voor het eerst van Toornout aan de leiding. Benieuwd. En het is duidelijk dat Van Toornout nu veel druk aan het zetten is op Sweek. Michael van Toornout met zijn 3e overwinning van het seizoen. Het is net als Betsema een zeer verdiende overwinning. Aerts, de man die het klassement voor het eerst naar zijn hand zette, die gaat op het hoogste schavotje plaatsnemen.